Hatenboer? 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 Hatenboer, tuurlijk! Ja! Hansie Hatenboer! Buongiorno jongens, goed dat je weer kijkt naar Koning FIFA. Tijd voor een gloednieuwe aflevering. En het is potverdomme bijna divisie 5. Eén wedstrijdje winnen en ik zit in divisie 5 met de competitietitel van divisie 6. Laten we meteen gaan spelen. Een duimpje omhoog zou natuurlijk fantastisch zijn voor deze video. Duimpje omlaag mag ook, maar dan wil ik dat je even laat weten waarom je dat doet. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Allemaal challenges vandaag natuurlijk weer in deze aflevering. De eerste challenge is van een echte baas, een Portugees. Een Braziliaan moet ik zeggen, hij praat Portugees, maar tegen speelt Bruno Andrade. Kijk maar even mee. Kun, obrigado por ter jogado contra mim. É legal que eu tô no último time seu. E parabéns por essa vitória aí. E eu te desafio a fazer gol de esquerda com o Bruno Andrade. Beleza? Parabéns, irmão. Vamos! Ja jongens, ik spreek aardig Spaans, maar dit gaat me veel te snel voor zijn Portugees betreft. Ik snap er eigenlijk niet zoveel van. Het enige woord dat ik begrijp is izquierda. Dat lijkt op het Spaans, is links. Ik snap er geen reet van. Misschien weet jij wat dat betekent. Laat het even weten in de comments, maar ik ga maar gewoon proberen om met Andrade met zijn linkerbeen te scoren. Vanaf links, ik zie het wel. En dan vind ik het goed. Laat even weten als jij het wel weet. En natuurlijk, tijd voor challenges van jullie ook. Onder meer van Sabri Sariolu. Hij zegt, score met één speler in één wedstrijd met zijn linkerbeen, zijn rechterbeen en met zijn hoofd. Die gaat de grabbelton in. Zoals al meer dingetjes. De grabbelton is wat kleiner deze week, zie ik. Ik weet ook niet wie dat heeft bedacht. Goed, heel veel challenges weer van jullie. En de geesten, de eerste, naast dus de challenge van Andrade, die ik ga uitvoeren, is van Julian de Ligt. Neem alle corners, vrije trappen en penalties in één wedstrijd met je keeper. Ja. Oi, oi, oi. We gaan zien of dat goed gaat, jongens. Julian de Ligt, dankjewel voor deze challenge. Alles met mijn keeper. Goed, voordat we gaan spelen in divisie 6, hopelijk de laatste wedstrijd, ga ik naar de transfermarkt. Natuurlijk mag ik een nieuwe speler aan mijn team toevoegen. En dat is niemand minder dan Hansie Hatenboer. Wat gaan we voor hem neerleggen? Nou, niet zoveel, want die gast kan niet zo heel duur zijn. Zilveren speler zelfs. Hier, oh, één speler, 200 koop nu. Die is meteen van mij. Die weggaat. Kaakje mag blijven, Tarfje weg. Dan is het tijd om te gaan spelen, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Divisie 6, laatste wedstrijd. Dit moet hem gaan worden. Dit wordt de wedstrijd. Dan zijn we eigenlijk al halverwege. Dan hebben we gewoon al vijf divisies gehad. En dan begint het einde echt in zicht te komen. Divisie 1 komt in zicht. Je manager heeft geen contracten meer. Goed jongens, het is eventjes tijd om Bruno Andrade te laten spelen. Teamgeest staat eentje omlaag. Hoekschop links. Hele room. Ja, hoekschop rechts. Hele room. Direct de vrije trap. We gaan gewoon lekker spelen jongens. Andrade op linkshalf. Daar wil ik mee gaan scoren met zijn linkerbeen. Hele room gaat alles nemen. Paris Saint-Germain logo. De selectie heet Frans. Dus dan reken je toch op een soort Paris Saint-Germain team of een Frans elftal. En dat is ook helemaal waar. Het is een beetje een combinatie van beide. Heel veel van Paris Saint-Germain en ook echt Zlatan en Cavani. Dat is wel ziek. Geen Di Maria. Maar buiten de Paris Saint-Germain spelers ook nog Valbuena onder andere. En Alessandrini op rechtshalf. Op linkshalf. Die gast is ook rete snel. Ga lekker spelen op White Hart Lane. Lekker stadionnetje. Goed. Daar gaan we. Daar gaan we. Darry, strakke paas hoor. Heerlijk op De Jong. Maar her stuurt De Jong direct weg. Dit is lekker. De Jong, en dan verdedigt hij niet El Tepes, moet ik zeggen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. De Jong, lange hoek, die moet gewoon hangen. Paal. Scheiße. Scheiße. Andrade, Jansen gaat diep. Jansen, is hij sneller dan zijn directe tegenstander van de wiel? Nee, dat is hij niet. Maar het spel gaat door. Een forward naar De Jong. Oh, wat een redding van Trap. De Jong nog steeds. Keepertje zit niet helemaal lekker. Darry. Eindelijk die bal onder controle. Duurde even. Voor. Henriksen, De Jong, dit is goed. Jansen naar zijn linker. Dit moet raak zijn. Jansen, lange hoek. Oh, lekkere goal. Vincent Jansen. Onderkant lat. Ja! Yes! Ik ben een blij man. Het enige wat we van nu nog eventjes moeten doen is natuurlijk gewoon scoren met Andrade, met zijn linker. En zorgen dat ik die voorsprong vasthoud uiteraard of uitbrei. TT. De Jong, oh, De Jong, korte hoek zou je zeggen, De Jong trap. Dat had echt al 2-3-0 moeten zijn. Kijk, daar is die Eloy Room met de hoekschop en nu is hij dus weg. En dit is zo'n moment dat hij toch nog gevaarlijk zou kunnen worden. Het spel gaat door, ondanks dat het buiten spel was. Room is weer halverwege de helft en verder geen schade opgelopen bij deze hoekschop.
De Jong. Natuurlijk. En dan ruimte bij Jansen voor zijn tweede korte hoek nu. Jansen, natuurlijk 2-0. Heerlijke goal van de spits van AZ. En ook de spits op links van het Koning FIFA Ultimate Battle Team. Het is 2-0. Het is op weg naar divisie 5. Heerlijk. Oh, hier. Eerste vrije trap nu met Rob, jongens. Dan gaan we hem ook even gewoon met hem nemen ook. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Iets meer dan één streepje net over, hele Rome. Jammer. Jansen. Wat is deze gozer slecht trouwens, jongens. Maar her, De Jong, het moet alweer 3-0 zijn. Het moet gewoon een Jantje worden. Dit moet een Jantje worden. De Jong, lange hoek. Tuurlijk. Goh, die valt ook maar weer lekker binnen in de kruising. Het is 3-0. Ga alsjeblieft weg, want je bakt er helemaal geen reet van. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Dit was een tweede helft. Die bespaar ik jullie gewoon. 3-0 met rust. Ik heb Andrade erin gebracht. Die bakte er helemaal niks van. Wat een verschrikkelijke speler op FIFA is dat. Andrade! Wat een Andrade! Ik ga geen beelden van de tweede helft laten zien. Het was niet om aan te gluren. Ik laat je misschien even dit laatste scherm zien met aantal kansen. Volgens mij stond ik na de eerste helft op 7 schoten. En hij op 0. Het zijn er 12 geworden. Allemaal slechte schoten van Andrade. De eerste challenge is gehaald voor Julian de Ligt. Dankjewel. We gaan door. En de competitietitel natuurlijk. Die is binnen. Weer veel munten. Misschien kunnen we wel een keertje een informerspeler kopen. Dat is leuk. We gaan even kijken. 14.000 munten. Je moet één informerspeler van te halen zijn. Dit kan niet anders. Jongens, ik had 14.800 munten. Ik dacht, ik ga gewoon lekker een informerspeler kopen. Dat is ook wel eens leuk. Beugelsdijk dacht ik. Eerste speler waar ik tegen heb gespeeld. Veel te duur. Vincent Janssen in vorm. Veel te duur. Luc de Jong. Veel te duur. Het is niet te geloven. Spelers als Klaas en Milik en Jetro Willems had ik wel kunnen betalen. Maar ja, daar heb ik niet tegen gespeeld. Het enige wat ik heb gedaan, even wat contractjes gekocht. Even een conditie voor het hele team. Zodat we lekker fit divisie 5 ingaan. Let's go! Een Premier League teampje. Maar geen super teampje. Dit moet ik gewoon hebben. Team geeft 100. Dat is goed. Maar dat hebben wij volgens mij ook. Dat hebben we 96. Maar deze pakken we gewoon aan. Het is de beste speler. Boni Benteke, Firmino. Veel succes. Succes, man. Een tweetje aangevraagd door de benen. Panna 1 van de wedstrijd. Hey, misschien is dat een leuke challenge. Maar gewoon een paar panna's. Maar ja, dat is een beetje lastig, panna's met FIFA. Om ze echt heel bewust te doen. De Jong, gewoon een vroege voorzet. De Jong, Jansen, daar komt hij. Winnen maar her. Hij wint hem wel, maar krijgt hem niet lekker bij Hendriksen. Benteke. Laat vallen op Boni. Die kennen we ook nog wel. Die kent Eloy Room ook nog wel. Maar Eloy Room weet dan precies wat hij gaat doen. Benteke. Dit was een kansje voor hem hoor. Maar Eloy Room, let goed op. Jansen. Maar her, Andrade, waarom loop je in vredesnaam? Ik moet even wat aan die instructies voor Andrade doen, denk ik. Want hij loopt gewoon heel irritant. Hij blijft een beetje hangen. Hij gaat alleen maar naar de zijkant. Ik wil hem juist vol door het midden gewoon diep hebben. Firmino. Brenet. Ik voel dat deze gozer bijvoorbeeld veel beter is dan in de eerste wedstrijd van deze aflevering. Die laatste van divisie 6. Die gozer bakte er helemaal geen kloot van. Deze jongen heeft meteen al iets meer dreiging. Weet die bal iets beter te laten gaan. Voor. We blijven even aan die linkerkant. Maher, nu dan naar De Jong. Voorloop door. Voor krijgt. Oeh, iets te hard. Luc De Jong. Wat een spannend potje, jongens. Ik voel dat ik wel ietsje sterker ben, maar we moeten wel op onze hoede zijn. Begovic. De Jong. Naar Jansen. Jansen terug naar De Jong. Zijn aanvalspartner. De Jong schiet maar een keertje. Korte hoekpaal weer. Afstandsschot Luc De Jong. De eerste grote gevaar. Maher. Hendriksen, dit ziet eruit als een veelbelovende aanval. Hendriksen. Maher, Vincent Janssen, dit moet hem zijn. Janssen moet met links. Maher. Oh! Hier zat echt meer in. Janssen weer met links. Steekt hem nu goed weg op De Jong. De Jong. Mahertje, het is rust. Het is 0-0. Eerste wedstrijd in divisie 5. Natuurlijk, hij heeft een iets beter team, maar ik doe zeker niet voor een wonder. We hebben de meest gevaarlijke momenten toch gehad. Die daar waren echt van onze kant. Het moet goed komen dit. Daarin. Nog weinig van gezien. Sowieso eigenlijk zie ik mijn buitenspelers te weinig. Misschien toch een keertje een andere formatie gaan doen. Oh, nu ligt er veel ruimte. Firmino, dit moet 1-0 zijn. Het is 1-0. We staan achter. Slecht verdedigd man, serieus. Ja?
Ik ga een andere opstelling pakken, jongens. Andrade gaat eraf, want die is echt dramatisch. Hamsala ga ik er even ingooien. Vind ik gewoon een hele fijne speler. Misschien Rubio Ruben erbij. Maar dit is op zich goed trouwens. Hendrikse verdedigend. Voor hier, Maher daar. Ja, dit is prima. Hamsala, hier ligt er veel ruimte. Oh. Kak. Dankjewel, scheids. Dat is geen optreden. Ah, kom op nou. Iets beter in die laatste fase. Voor. Maher. Jansen. Naar zijn linker. Jansen. Oh, keeper heeft hem. Ah, kom op jongens. Oh nee, Rome neemt hem nog. Ik zit niet op te letten. Dat is dom. Maher. Ruben, doet hij het? Oh, weer de keeper. Begovic. En dan is Rome nog uit zijn doel. Dat weet hij ook. Maar Rome is nu inmiddels wel terug. En teken. Nu komt er heel veel ruimte voor hem. Ja, dat is een bijkomstigheid. Dat weet je. Wilfried is geen 1-1, geen 2-0, omdat Rome nu even in de wedstrijd houdt. Ja, beide nu echt grote kans op een doelpunt. Maar ja, ik moet risico nemen. Dit is een Zonde. We beginnen met een nederlaag in divisie 5. Het was niet nodig. Ik heb dit wat voor. Jansen. Dan moet hij erin, hè? Dan moet hij er ook in. Oké, 2-1. Kom op, het zou nog kunnen. Eén kans, dan moet hij erin. Het is echt niet verdiend dit. Nou, dat is niet Beugelsdijk hier hebben, maar goed. Moet maar. Beugelsdijk. Sterk. Randje 16. Dit is Brenet. Nog één keer. Voor. Oh. Nee, denk ik. Misschien nog één keer. Waarom maakt hij hier een fout? Zonde jongens, het had niet gehoeven, jullie hebben het kunnen zien. Ik was de betere. En helaas, dan merk je toch ook net dat het krachtverschil ook in het team misschien net te groot is. Ik had meer schoten, meer balbezit, mijn passes waren beter, dan kun je het passes veel hoger. Zonde, ik kan er niks beters van maken. Oké jongens, ik ga toch voor een andere opstelling kiezen. Je zag dat ik het net gewoon toch te lastig had met die drie verdedigers. Als iemand echt die bal iets beter laat gaan, dan zie je dat het gewoon lastig wordt. Dit wordt hem denk ik jongens. Het wordt 4-3-1-2. Ik wil graag met twee spitsen spelen, maar ik heb heel veel goede mid-mids eigenlijk en nummer 10's. Dus zo gaan we het doen. We gaan Brenet natuurlijk op linksback zetten. Beugelsdijk en Tete centraal. Darry ga ik slachtofferen. Ik vind hem gewoon niet overtuigend ook. En komt hier Hakenboer. Andrade gaat er ook af. Ga ik denk ik liever met Ramselaar erbij spelen. Dat zijn gewoon hele fijne spelers om mee te tikken. Hendrikse is centraal. De jonge Jansen, dat is goed. Maar Herptien is ook goed. Maakt dit nog iets uit? Nee, ze hebben 110 gegeven. Dat is ook een fijne bekomstigheid. Het wordt nu het wordt vlammen geblazen, dat is duidelijk. Ik moet veel tikken. Dit is een team. Dit team moet ik gewoon hebben. Dit is echt niet zo'n heel bijster goed team. Allemaal een beetje rond de 80 die spelers, een paar erboven, een paar 79, eentje van 77, dat is die Herrera volgens mij van Porto. Goeie speler trouwens, zit echt wel, hij is maar 77. Zo. Dit wordt een hele kluif hoor, daar ben ik wel achter. De Jong, dit is goed. Maher, De Jong loopt door, is niet de snelste, maar heeft nu toch wat ruimte. De Jong, dit moet hem eigenlijk zijn. De Jong, Maher, oh komt er niet bij. Maar dan, slecht van hem. Maher moet 1-0 zijn. Het is 1-0. Gelukkig. Foutje van hem. Ik ga lekker profiteren. Er mag geen donder uit. Ik had een goede aanval ervoor. Ik weet niet hoe slecht hij hem wegwerkt vervolgens. Ik kan gelukkig lekker profiteren met Maher. Maakt allemaal niet uit. Pluts goal. Boeien. 1-0. Dit is prima jongens. We gaan gewoon op jacht naar de 2-0. Hendrikse geeft mee. Op Maher. Jansen vraagt, maar gaat net niet lekker diep. Niet op het goede moment in elk geval. De Jong. Gelukkig sterk. Even bal vasthouden. De Jong nu misschien een keertje van afstand. Ah, nee, ik denk dat hij tot een schot. Ramselaar.
voor. Dit is prachtig gespeeld door het battleteam. Maher loopt door voor zijn tweede. Nee. Henriksen, doe maar een keertje van afstand, jongen. Met links zelfs. Casillas. Iker. Iker Casillas. Goh, het is hakje na hakje, jongens. Maher. Nee, dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk. Gelukkig raakt hij hem weer kwijt in zijn opbouw. En dan moet het nu gewoon 2-0 zijn. Ik wil hem laag voorgeven. Waarom geef ik hem dramatisch? Blijkbaar te laat met mijn 3-4-kantje bashje. Ramselaar. Jansen. Ja, geef hem dan toch maar aan de jongens, alsjeblieft. Ik maak toch nog iets beter af. Weer paal. Hoe vaak heb ik al de fucking paal geraakt deze aflevering, jongens? Voor mij is dit de derde keer. Kunnen we dat even op een rijtje zetten? Wat een actie. De Jong. De bal komt terug van de paal. De Jong. Terug in het veld via de paal. Hatenboer, natuurlijk, jongen. Ga nog een keertje op, zoals jij dat kunt. Deed je dat tegen DJ Isaac maar een keertje. Oh, Hatenboer, wat is hij sterk. Wat is hij sterk. Gaat hij dan leuke dingen doen tijdens zijn debuut? Ja, Hatenboer komt er langs. Hatenboer. 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 Hatenboer, tuurlijk! Wat een zo! Kijk, gouden wissel. Dit is de wissel. Goed gedaan. Om zelf even wat veren in de reet te steken. Wat ben je toch goed? Andrade. Jansen, je gaat er een keertje af. Want toch, ja. Als je dan een keer net ook hebt gescoord, oké, okay, maar. Jogador Brasileiro. Jogare. Ramselaar, natuurlijk. Ramselaar. Om even. Oké. Die gaat daar op zijn bek. Het is Beugelsdijk. Goedendag. Beugelsdijk. Spitje in. Andrade. Maher is dit. Waarom is het nooit? Waar loopt Andrade allemaal? Het is echt niet te doen. Die gozer loopt echt overal behalve in de spits. Beugelsdijk. Loopt hier natuurlijk weer Maher in de spits. Ja, weet je. Laat ook maar. 3-0. Weet je, Andrade. Ja. Andrade. 1-2. Weer een kloterige paas. Van heb ik jou daar. Ramselaar. Ramselaar. Andrade, nee, dit is voor. Niet bezig genoeg! Ja! Kom op, maf jongen! Oh mijn god! Oh, de Jong. Nou, Andrade, waar ben je? Nu dan, Andrade, ja, met links, natuurlijk, het is eindelijk. Oh, de 87e minuut van de laatste pot van deze aflevering gebeurt het dan toch. Lekker goaltje, goed. Jongens, we zijn klaar met deze aflevering. De rest van deze pot krijgen jullie niet meer te zien. Het was een aflevering met twee gezichten. Natuurlijk de competitietitel Divisie 6. Divisie 5, het begin. Het debuut van Hatenboer, wat was dat heerlijk. Maar goed, overschaduwd natuurlijk door die nederlaag in de eerste wedstrijd van Divisie 5. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Een blauw duimpje omhoog zou fantastisch zijn. Omlaag, laat het eventjes weten waarom je dan een blauw duimpje omlaag geeft. Dan kan ik er vast wat mee doen voor de volgende keer. Laat natuurlijk weer in de reacties weten wat je mij graag zou zien doen. Een leuke challenge. Wat kan ik de volgende keer doen? Julian de Ligt, nogmaals bedankt voor een hele vette challenge. Because the ice is tripping. Lunch? Ja.